Martin Bruin uit Scheveningen en Jan van Gestel uit Eindhoven zijn de Nederlandse UCI-vertegenwoordigers in de Tour. Dat houdt in dat ik leiding moet geven aan een college van 16 commissarissen. Ik heb de verantwoording over de dopingcontroles, dat ze dus conform de reglementen uitgevoerd worden. En daar kun je het maar wat druk mee hebben tegenwoordig. We zijn begonnen in Monaco met al de renners te controleren. Dat zijn dan de controles voor het biologisch paspoort. En dat gaat zo heel de Tour door. Maar is er al iets uitgekomen ergens? Nou, gelukkig nog niet. We controleren frequent en we controleren uiteraard waar rook is, om het zomaar eens te zeggen. En tot nu toe hebben we nog geen positieve gevallen. Ik zit in de eerste auto achter het peloton. Leuke dingen gezien? Minder leuke. Onder andere die mevrouw die werd aangereden. Die zag ik dus 30 seconden nadat het was voorgevallen. En voor de rest leuke dingen. Ja, de hele dag zie ik leuke dingen. Tijdens de koers, waar bent u dan? Ja, dan zit ik vooruit en observeren ook een beetje de renners natuurlijk. Als we gekke dingen zien gebeuren, dan hebben we altijd het recht en de mogelijkheid om die renner ook uit te nodigen voor de controle. Als u een ontzettende ontsnapping ziet van iemand die u niet verwacht? Dat zou eventueel kunnen. Op voorhand zou je zeggen dat hij niet een al te populaire rol in het peloton heeft, maar dat schijnt mee te vallen. We hebben de naam dat we toch over het algemeen de vriendelijke mensen zijn in het peloton hier. En dat klinkt misschien raar voor een dopinginspecteur, maar het is wel zo. Je doet je werk en je probeert de renners toch gerust te stellen. Als je 's morgens vroeg in een hotel komt en je moet bloed prikken, of bloed laten prikken, want je hebt dus wat doktoren mee, dan vinden die renners dat niet altijd leuk. En toch accepteren ze het en zijn ze niet kwaad. Ze weten dat het moet gebeuren. Ze zijn er zelfs voor. Duiken ze ook wel eens weg voor u? Nee, dat kan niet, hè. Want we maken een notificatie en ze moeten komen. We hebben ook een hele serie mensen bij ons die ze dus escorteren. De chaperons, u hebt ze ongetwijfeld gezien. In de tenues die door de UCI verschaft zijn. En die zorgen dat de renners natuurlijk op de plek aanwezig zijn. En niet komen wil natuurlijk zeggen niet meer vertrekken. En tussen het internationale geweld in zoeken de Nederlandse UCI'ers elkaar regelmatig op. Ja, gisteren kwam ik laat terug, eigenlijk veel te laat. De hele dag, rustdag geldt niet voor ons. En dan komt de collega even kijken hoe het gegaan is. En dat is dan wel prettig. Even Nederlands klappen, het is de hele dag Frans of een andere taal. En dan is het toch prettig dat er iemand nog even belangstelling heeft. Ik waardeer, ik heb het ook gezegd. En dat is natuurlijk toch wel prettig. Dat gaat twee kanten op zo? Altijd. We zoeken elkaar toch vrij regelmatig op, ja. Al was het maar s'avonds aan diner.